Nou, dat ben jij ook wel een beetje hoor. Ja, ik ben wel een beetje tragisch. Ja, het, het is een grave. Het is een graven. dat die dat, dat kunnen. Ja, Dit kan niet iedereen. De stemmen van Paul Hane en Wim T. Schippers herken je waarschijnlijk meteen. Het zijn de stemmen van Bert en Ernie. Bert, loop nou niet weg. Waarom? We kunnen de sneeuwpop niet achterlaten. Precies 50 jaar geleden waren die samen met andere figuren voor het eerst te zien in Sesamstraat in Amerika. Dat programma kwam later ook in Nederland op tv. Paul Hane en Wim T. Schippers waren er vanaf het begin bij als stem. En wat maakt Bert en Ernie zo goed? Ik denk de humor die erin zit. Het plezier Bert en humor. Uh, wat, wat uh, de popperspelers uh, hebben. Of als ze de speelteun sleuten zodat je daar nooit meer kunt spelen. Dat is het moment om verdrietig te zijn. Ja, ja, je hebt gelijk Ernie, het is waar. De twee doen niet alleen de stem van Bert en Ernie. W wat wil je zeggen? Ik wil zeggen dat ik straks nog eventjes... Een, uh, ik, ik moet naar Harderwijk, daar heb ik... Moet je naar Harderwijk? Wijk? Ja, waarom dan? Ja, daar, daar Waarom je, moet je naar Harderwijk? Er wordt sierbestrating aangelegd. Eh. En daar moet ik even een verslag van doen. En herkennen kinderen jullie stem dan wel eens? Ik heb het een keer voor een meisje gedaan en, en dat kind keek me toen zo echt aan. En toen, dat ik toch een beetje... Dacht, ja, god, had ik het nou maar niet gedaan. En toen zei ze, wat kan u er niet goed nadoen. De twee zijn misschien wel de populairste figuren van Sesamstraat. En op onze site vinden de meeste kinderen Bert en Ernie nog steeds grappig. Misschien, Bert, misschien. misschien Ernie, mag hen, wat jou line, jou is, dat wat doe je? De basis is wel uh, vriendschap en samenwerken ook. Dat je ja. samen tot iets kan komen en dat je elkaar mag plagen. Want pesten mag dan weer niet. Maar elkaar plagen en een beetje uitlokken, wat Ernie doet, dat mag wel. Dat heeft ook met vriendschap te maken. Je vergeet één ding, Bert. De laatste tijd zijn er geen nieuwe Sesamstraat-afleveringen meer gemaakt en dus ook geen nieuwe Bert en Ernie's. Dat vinden ze jammer en ze hopen dan ook dat dat in de toekomst wel weer gaat gebeuren. Ik geloof in de kracht inderdaad van de kijkers en ook. Het enthousiasme van de kijkers dat ze, dat ze zich er niet bij neerleggen dat het uh, zou stoppen. Meestal ben je nogal uh, uh, super, maar nu ben je uh, heel, hier ben ik en heel En positief en, en, en over. Nu ben ik een beetje een beetje een beetje ik beetje een beetje een beetje een